The Pan American Health Organization, de PAHO, World Health Organization, de WHO en het ministerie van Volksgezondheid hebben vandaag een eendaagse workshop gehouden over de implementatie van de tabakswet in de verschillende sectoren van Suriname. De tabakswet is in 2013 aangenomen door het parlement, maar om roken zoveel als mogelijk te verminderen, moeten er meer acties ondernomen worden, is de conclusie van deze drie organisaties. Tijdens de workshop is er ingegaan op de uitdagingen en controlemechanismen in de diverse sectoren. Ook zijn er discussies gehouden over de rol van de verschillende ministeries en hun departementen. Daarnaast zijn er ook aanvullingen gedaan op de Code of Conduct dat geldt voor landsdienaren. Deze code heeft te maken met het gebruik van tabak binnen en buiten overheidslocaties. De PAHO en de WHO vertegenwoordigen in Suriname Gitadis Gebre, die de aanwezigen toesprak, verbaasde zich erover de passieve houding van het bedrijfsleven als het aankomt op het verminderen van roken. Hij wees op de gezondheidsgevaren van roken. Er zijn zoveel tactieken die je moet openen je ogen en dan werken over de verschillende sectoren met de health, trade, customs, law enforcement, police, lawmakers, we have to work together because we have one goal. We wanted to reduce death from smoking. Tobacco is not a product which is needed in our society. Always they question policies. They dilute policies. For instance, they may say now, here we have high taxation in Suriname. We have to reduce certain brands of tobacco, which are cheaper brands. What does that mean to you? When we reduce the taxation of certain brands of tobacco, which are cheaper brands, who gonna smoke those ones? The poor. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons hield een presentatie waarin ze inging op de successen die zijn geboekt vanaf de aanname van de wet. Er moet echter nog veel meer gebeuren, onderstreepte ze. Waar ik een beetje verrast door werd, was een onderzoek, en dat is een, ook een vrij goed onderzoek geweest, waarbij voor de... Ja, zodat iedereen in de zaal begreep. Er zijn onderzoeken waarbij andere onderzoeken bij elkaar worden gebracht. Hè, om zodoende alle resultaten met elkaar te kunnen vergelijken, laten we zeggen. Dat zijn dus heel grote onderzoeken. En daaruit bleek dat vooral niet-rokers met minder hart- en vaatziekten binnen werden gebracht. Daar waar men anti-rookwetten heeft aangenomen. En dat was één van de dingen die bijvoorbeeld rokers vaak tegen ons zeiden, ja, die rookt niet en die heeft toch longkanker gekregen of die heeft toch hartaanval gekregen. Jawel, omdat die persoon niet rookt, zelf niet, maar hij rookt jouw rook. Jij rookt in zijn buurt en maakt hem of haar ziek. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag tijdens de workshop over de implementatie van de tabakswet die in 2013 is aangenomen door het parlement. De workshop is gehouden door het ministerie van Volksgezondheid, de Pan American Health Organization en de World Health Organization en vond plaats in de bankethal van Torarica.